Oh, yeah. Yeah. Ben valt daar zo te lachen. Ik krijg een paar heel aardige berichten van Joeri van Gijst. De sympathieke Joeri van Gijst. Die heeft mijn apparaat heeft vannacht een paar keer hevig liggen trillen. En dan blijkt dat er een bombardement van berichten van Joeri van Gijst was. Die verklaart dat hij volgend jaar komt. Het is nu vastgelegd. Hij kan er nu weer onderuit. Het staat op het internet. Hey, Erwin, Interactive is afgelopen. Ja man, wat moeten we nu met onze dag? Ja, wat ga je doen vandaag? Vandaag beetjes kijken, ontzettend veel zin in. Je merkte al de eerste dag, tenminste gisteren was het, nu begint muziek dus officieel, maar gisteren voelde het alsof muziek al begonnen was. En als je nu door de stad fietst, hoor je overal muziek. Er is een ander publiek wat erbij komt. Dus om 3 uur ga ik naar de Slaves. Ze zien er beter uit. Ze zien er beter uit. Beter dan wij. Wat zeg je? Ze zien er beter uit. Mensen zien er beter uit dan wij. Wat bedoel je daarmee? Nou, gewoon vrolijke, frisse figuren met mooie meisjes en niet wat woestige mannen. Ja. Russell Brand. Dus het beloven leuke dagen te worden. Dus het beloven leuke dagen te worden. Nou, voor mij niet, want ik ga films kijken, dus ik zit een groot deel van de dag in het donker. Maar vast wel tussen hele leuke meisjes en Russell Brand-achtige mannen. Ja. Michiel Berger, wat ga jij doen? Ik ga weer naar huis, helaas. Ja. Waarom? Ja, dat is met de timing. Dat is nou eenmaal de tijdsbeperk voor mij. Oké, dus we moeten even evalueren. Jij hebt je verdiept in de drones de afgelopen 4 dagen. Dus wat is de conclusie? Nou, dat hier ook nog heel veel mensen erover twijfelen. En wel de toepassingen zien, maar ook de regelgeving en de liability, zoals dat dan hier heet. Het grote struikelblok is. Want niemand wil het bedrijf zijn dat voor het eerst zo'n ding laat neerstorten op een paar cheerleaders. Dus er gebeurt niet zo heel veel wat dat betreft. Ja, want je was bij 1 sessie, heb ik gehoord, over drones in de sport. En daar gaat het dan over dit soort dingen. Ja, er worden wel dingen mee gedaan. Het wordt heel veel gebruikt om dingen te bekijken vanuit de lucht. Patronen te kunnen zien. Maar tijdens wedstrijden en waar er heel veel mensen zijn, dat is toch nog beperkte toepassing. Ja. Heb je een andere belangrijke takeaway die je met ons wilt delen? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik heb heel veel verschillende dingen gezien. Ik heb gekeken ook naar die iBeacons, daar een sessie over gehad. Ik heb gekeken naar 3D printed food. Ik heb een sessie over Bitcoin zitten kijken. Dus ik heb vooral heel veel in de breedte gekeken, niet zo meer heel erg gefocust op één onderwerp. Oké, 10 uur in het vliegtuig om over na te denken. Ja, precies. Dat ga ik zo doen. Michiel, jouw Interactive is ook afgelopen. Dan ga je nog heel veel films kijken. Maar wat is jouw belangrijkste conclusie? Op de vroege ochtend, zeg ik erbij. Ja, maar ik heb ongeveer hetzelfde. Ik denk door de breedte van het programma is het bij kans onmogelijk om daar nou 1 conclusie aan te verbinden. We hebben er gisteren in jullie uitzending al een beetje over zitten mijmeren. Laat ik 1 ding noemen. Ik heb gisteren nog een lijstje zitten schrijven van dingen die ik. Dus even een klein beetje gemopper in de vroege ochtend, maar het mag wel, hè? Grumpy old man. Precies. Het format schrijft het voor. Er zijn een paar dingen die ik voor mezelf heb opgeschreven. Want ik ga zeggen van laten we die na zo'n tijdje niet roepen. Op CQ, die wil ik eigenlijk een tijdje niet horen. Voorbeelden zoals er zijn die Blue die van Kasparov wint. En Jeopardy die gewonnen wordt door een machine. Dat zijn echt wel inspirerende voorbeelden, maar die heb ik nou al vaak genoeg gehoord. Dat zijn voorbeelden met een baard. Ik vind dat er ook een aantal mensen of bewegingen of hoe je het ook wil noemen zijn, die moeten nou maar eens gewoon even wat laten zien. En ik denk dat dat ook wel kan, maar die conceptuele, tot de verbeelding sprekende voorbeelden, daar ben ik wel een klein beetje zat. Ja, en dan bedoel je eigenlijk vooral, het gaat over theoretische dingen, over artificial intelligence, over rekenkracht, over singularity. Over robotics, over singularity. Weet ik waar het allemaal over gaat, maar wat levert dat ons nu op? Nou ja, de vraag die je zou kunnen stellen die is van wanneer tref ik die spullen dan in mijn keuken aan of op mijn werk of wat dan ook. En daar zitten echt heel veel dingen bij waar ik oprecht in geloof, waarvan ik de onderbouwing ook best wel overtuigend vind. Maar nogmaals, het blijft soms een beetje steken in dezelfde voorbeelden en er zitten dingen bij die ik al 2-3 jaar hoor. Nou, dat word ik even op deze vroege ochtend, vind ik het gepast om daar wat over te pruttelen. Geen woorden maar daden, zeggen ze bij een bepaalde club. Nou, dat lijkt me een mooi motto voor South by Southwest volgend jaar. Overigens, die club spreekt mij dan weer wat minder aan. Dat weet ik. Maar ik ben bij de afscheidswedstrijd van Coumoulin geweest. Hè? Kijk, en dat is klas. Verloren wel met 1-0 van Uruguay. En 1,5 uur in de regen gezeten.
Zo kan ik die camera toch niet stil houden. Oké. Okay. Ja, maar onze guru Erwin Blom, heb jij al een conclusie van de afgelopen 4 dagen? Nou, wat ik hier heel erg leuk vond, de conclusie is niet, maar wel opvallend, is dat het steeds minder, dat de technologie eigenlijk bij andere, ook bij andere mensen terechtkomt. Dus je had hier de mensen uit de fashion. Dus het zijn niet meer alleen de programmeurs en de dingen die software maken, et cetera, en over de toekomst praten. Maar ook mensen uit andere branches, uit de kunst, de cultuur, et cetera. En dat vond ik zelf mooi om te zien. Ken je dat citaat van Andreessen? Dat werd gisteren nog een keer aangehaald. Software is eating the world. Het is een beetje poëtisch, maar dat, ik denk echt dat daar wel wat in zit. Top, ja, dat is toch ongeveer wat jij bedoelt? Ja, dat is wat ik bedoel. Klopt. Ja, en dat heb ik ook alleen maar te knikken. Ja, ik heb het ook toen bij een sessie over NASA, waar ook inderdaad allemaal dingen die wij hebben geleerd uit sociale media, die worden ineens toegepast in de wetenschap. En ineens krijg je een Pinterest voor scientists, waar ze kunnen commenten, liken en raten wat hun waarnemingen zijn. Dat is echt heel goed. Ja. Er was nog een ander ding wat mij dus dan ook opviel, Erwin. Social media, niet aanwezig. Mobiel, dat woord valt niet meer. We zijn wel een stap verder gekomen volgens mij. Volgens mij gaat het weer over technologie. Ja, ja, dat vind ik ontzettend goed. En dat ze dat hier ook wel doen. Want wat veel evenementen natuurlijk de neiging hebben, die blijven dan hangen in een thema. Hè? Dat het een social media evenement wordt. En dat was een paar jaar geleden natuurlijk zo niet zo gek. In die tijd was dat ook het belangrijkste. En Twitter kwam hier mede op. En Foursquare ging hier spelen. Maar dat is eigenlijk gewoon een gegeven. Dus daar hoeven we het niet meer over te hebben. Is kennelijk is het idee. En dus raak je weer geïnspireerd door nieuwe ontwikkelingen. Ja. Ik ga zo meteen even zwemmen in de Barton Springs Pool. Ben je er mee gegaan? Ik moet even plannen. Want ik heb om 11 uur een film. Dat is een pak in het weg, zie ik net. Maar ik ga graag zwemmen. Okay. Al kan ik het nauwelijks. Ik ben er geestelijk nog niet aan toe, moet ik eerlijk zeggen. Maar misschien kom ik even kijken. Oké, jongens.